Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben dus Madeline en vandaag heb ik een nieuwe Disney Durables voor jullie. Vandaag ga ik het Frozen Ice Castle openmaken. De set is nu open, dus ik laat jullie even zien wat er allemaal in de set zit. Hier hebben we een klein ding waar je eventueel een Disney Durable op kan neerzetten. Dit is Anna als Disney Durable. Hieronder zit een klein gaatje waardoor je haar bijvoorbeeld hierop kunt neerzetten of daarop. Dat hebben alle andere Disney Durables ook. Hier hebben we een stoeltje waar Anna bijvoorbeeld op kan zitten. Hier hebben we een ding van ijs. Voor als er niemand hierop zit, dat je hem hier kan neerzetten. Hier hebben we een slee voor in de sneeuw, net zoals in de film. Hier hebben we drie sneeuwbewakers, net zoals in de film. Hier hebben we een worteltje om de poppetjes eten te geven, bijvoorbeeld. En dan hebben we hier het huis zelf. Deze heeft een trap om naar boven te gaan. En dan komt het poppetje hier achteruit. Feitelijk gezien, net zoals Elsa heeft in de film. Hier hebben we een deur die open kan. Daarachter zit nog een deur die je vanaf de achterkant kunt openen. Zodat de poppetjes ook daar doorheen kunnen. Hier hebben we nog een deur. Zodat poppetjes hier kunnen staan. Hier kun je iets opzetten en bijvoorbeeld poppetjes opzetten. En waar het poppetje uitkomt als hij de trap oploopt, heb je twee deuren van ijs, zoals in de film. En dan kan het poppetje hier staan en kun je de deuren weer dicht doen. En zoals jullie net al zagen, heb je hier achter nog een pennetje, zodat de poppetjes daarop kunnen staan. Je kunt deze stukken uit elkaar halen en met andere huisjes verwisselen, bijvoorbeeld. Dat kan je ook hier doen. Dus dit is de set. Als je deze video leuk vindt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's over bijvoorbeeld Disney Durables. Laat in de comments weten hoeveel Disney Durables jij hebt. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!